Eind augustus van dit jaar was het nog een grote ravage in het Horsense bos. Bijna 100 kabouters en andere beeldjes die in het bos stonden waren vernield of meegenomen. Nu bijna een maand later begint de kabouterbevolking in het bos bij het landgoed in Horssen alweer aardig te groeien. Mede dankzij de inbreng van inwoners en kinderen zijn er nu alweer ongeveer 50 bewoners van het bos. Nog steeds is niet bekend wie de ravage eind augustus heeft veroorzaakt.